Midden in het Friese Gaasterland ligt de bijzondere aspergekwekerij van Jelmer en Jetske Albada. Op biologische wijze worden hier de asperges gekweekt en de grond wordt bewerkt met de paardentractie. Reden genoeg om eens een kijkje te nemen bij dit hardwerkende echtpaar en meer te weten te komen over het witte goud van Gaasterland. Bij asperges denk ik eigenlijk aan Zuid-Nederland, maar we zitten nu in Gaasterland. Hoe komt dat zo? Is dit een hele speciale plek? Ja, in Friesland is het vrij zeldzaam om asperges te telen. Er zijn maar 3 telers die asperges kweken in Friesland. En het ligt een beetje aan de grond, aan de bodemsoort hier in Gaasterland. Het is glooiend. En we zitten hier toevallig op dit stukje, waar we nu bezig zijn ook, is het... Nu ligt net het zand een meter diep, zeg maar, of nog wel dieper. En er zitten geen storende lagen in de grond. Als je vooraan van het perceel zou kijken, dan zit de keileem op. Dan zou het niet passen. Maar dit is net een hoek waar een hele hoge, mooie hoop zand ligt. En daar kun je asperges op telen. Die moeten een meter diep kunnen wortelen en liefst nog wel dieper. En daarom past het op dit stukje grond, pas hier asperges. Het is zand en het is een mooie hoge ligging. En het bos ligt hier ook achter heel mooi omheen, zoals je op achtergrond ook kan zien. Dus het houdt ook heel mooi de warmte een beetje vast als de zon hier zo opkomt. En dat is eigenlijk perfect voor asperges, voor de warmte. Ze zijn echt warmteminnaars. Ja, Jetske, ik zie allemaal van die groene sprieten staan. Kun jij vertellen wat dat is? Ja, dat zijn de eerste asperges die wij hebben door laten schieten. We zijn nu, het seizoen loopt op een eind. En de eerste asperges waar de tunnels overheen zaten, die waren wat vroeger. Die geven mij nu de kans om te groeien. Dus die komen mooi boven de grond. Die kleuren groen. En die gaan uitgroeien tot grote struiken. Dit logo is eigenlijk het oude wapen van Gaasterland. Dat was vroeger gemeente Gaasterland Sloten. En dan was dit bosje was een schoof koren, graan. En dat heb ik vervangen met een bosje asperges. De haas die hoort erin. En het glooien is het van de heuvel. Het groen is de... Het landschap, die gaasten die we kennen, daar het land van de gaas is Gaasland vernoemd. En die gaast asperges, asperges groeien ook op een gaas, zo'n dekzand rug. En eigenlijk komt daar een naam vandaan, asperges uit Gaasland, verbouwd op een gaast. Wat leuk. En hoe gaan de asperges naar de consument? Die hebben verschillende manieren gaan naar de consument toe. We hebben een kraam zelf aan de weg staan, dan kun je ze direct van de teler kopen, van ons dus. En, dan hebben we ook nog winkels in Balk, een supermarkt en wat kleine biologische winkels in de omgeving. Ook wel wat grotere internetwinkels die ook biologische en niet-biologische gewoon onze producten afnemen. En dat loopt eigenlijk heel mooi. De restaurants natuurlijk mogen we niet vergeten. Die zijn dit jaar ook net weer op gang, dit seizoen nu. En dat loopt eigenlijk ook wel leuk door. Ik zag je net met een paard bezig en behalve dat een heel mooi gezicht is, wat is de meerwaarde daarvan? Ja, een aspergedeelte is er wel zeldzaam om met een paard te werken. Maar voor mij is de meerwaarde omdat die asperges die groeien 10 jaar op dezelfde plek. Dus dan heb je vaste paarden waar je overheen rijdt en loopt. En hoe meer erop komt, hoe meer die grond verdrukt. Ik wil eigenlijk die grond heel mooi los houden. En met een paard kan ik heel makkelijk schoffelen. En kom ik er niet met de trekker op, dus dan blijft de bodem minder compact. Dus zo wil ik die compactie beperken in de bodem. En dat is ook een stukje passie, ik vind het prachtig om te doen. En ja, het witte goud en het zwarte goud past heel mooi bij elkaar in deze zin. En het is heel mooi om te doen. En we willen echt die grond een klein beetje losmaken, niet te diep. En dat gaat heel mooi licht met een paard. En waarom zou ik er een zware machine voor zetten? Met de hand is het te zwaar. En met paard gaat het eigenlijk perfect. Mooi licht werk en dat past heel mooi tussen die lange rijen. Dat gaat perfect. Hoe lang verbouwen jullie eigenlijk al op deze grond? Ja, we zijn in 2015 begonnen. Toen ken ik Jelmer nog niet, maar toen heeft hij de eerste asperges hier aangeplant.
En inmiddels zitten wij in het zesde oogstjaar nu. En elke dag zijn we aan het oogsten, dus elke week of elke dag komt er een mooie oogst van het land af. Zo'n verschil per week eigenlijk. Dit jaar was het heel koud, hebben we er lang op gewacht. Nu is het warm, dus nu komt het echt met volle bakken van het land af. En het is wisselend, maar een paar honderd kilo in de week wel. Ja. Dit zijn de bosjes zoals we ze maken. En dit gaat eigenlijk zo naar de consument toe. Zo vind je ze ook bij ons in de kraam. Natuurlijk kun je zien dat we het logo erop hebben. Dat vinden we belangrijk, dat je ook asperges koopt met een stukje identiteit. Voor ons is dat gaasperges, omdat ze hier het gaasland geteeld worden. En achterop zie je weer het paard erbij. Dat hoort er natuurlijk ook bij. En zo is het hoe we het product mooi op de kaart willen zetten. En Gaasland en Friesland dus ook. Met een mooi kwalitatief streekproduct. Altijd kakelvers en heel mooi. Groen en wit. Ja, onze asperges zijn altijd kakelvers. En om de versheid te controleren, dan kun je ze asperges horen piepen. Kijk maar, als je zo beweegt, dan hoor je dat piepend geluid. En dat is echt het teken dat ze kakelvers zijn. Tot zover het kijkje bij Jelmer en Jetske. We wensen hen veel succes met hun bedrijf. Wil je meer weten? Kijk dan eens op de website. Ook voor een excursie ben je op afspraak van harte welkom.